De Holleders, er is veel om ze te doen, maar hoe zit die familie nou eigenlijk in elkaar? Het begint allemaal in de jaren 50 en 60 in de Jordaan in Amsterdam. Wim Holleder en Stien Leipold stichten hun gezin en ze krijgen 4 kinderen. De eerste is Willem, geboren in 1958. Dan volgen Sonja, Gerard en in 1965 Astrid. Sonja en Astrid getuigen nu in de rechtszaak tegen hun broer Willem. Sonja Holleder krijgt begin jaren 80 een relatie met Cor van Hout. Van Hout en Willem Holleder zijn partners in crime. Een bekendste misdaad is de ontvoering van biermagnaat Heineken en diens chauffeur. Sonja en Cor krijgen samen 2 kinderen, een dochter en een zoon. In 2003 wordt Cor geliquideerd. Jongste zus Astrid is jarenlang vertrouweling van haar broer. Maar zij en haar zus Sonja besluiten in 2013 met de politie te gaan praten over wat zij weten van de misdaden van hun broer. Broer Gerard speelt geen enkele rol in het proces. Willem Holleder heeft 2 kinderen bij 2 verschillende vrouwen. Sonja heeft er 2 met Cor van Hout. Van Gerard weten we alleen dat hij een vrouw en kinderen heeft. De dochter van Astrid is Miljuska Wietsenhausen, die het intussen heeft geschopt tot bekende Nederlander.